gast, waarom ben je zo laat? Ik kan het uitleggen. Hi iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een ochtendroutine. Een tag die echt op YouTube ongelooflijk veel is gedaan. Ook ik heb hem meerdere keer op mijn kanaal staan. Ik wil hem daarom eerst eigenlijk niet doen, maar omdat jullie er zo vaak naar vroegen, dacht ik... Ik probeer een soort van een andere draai aan te geven. Het is gewoon een experiment. Ik dacht, ik probeer iets anders. Ik wilde gewoon een keer iets anders proberen. En toen bedacht ik dit. En ik hoop heel erg dat jullie het leuk gaan vinden. Een disclaimer van tevoren. Op mijn vorige video kreeg ik heel erg veel reacties over de manier waarop ik praat op sommige momenten. Dat jullie daar heel erg aan irriteren. Kan ik begrijpen. Maar ja, dat doe ik niet echt expres of zo. Dat is gewoon de manier waarop ik zo nu en dan praat. En dan... kijk ik het terug en dan begrijp ik jullie irritaties wel. Maar vind ik het een beetje zonde om de hele video te verwijderen. Nou, in deze video praat ik ook best wel vaak een beetje irritant. Dus probeer daar gewoon een beetje doorheen te kijken. En als je van tevoren weet dat je daar gaat irriteren, klik deze video dan weg. Want dan is het ook de moeite niet waard. En laat er ook liever geen reactie over achter. Want ik ben me er bewust van. Ik ga erop letten. Maar ik vind het zonde om een hele video weg te gooien. Alleen vanwege het feit dat ik soms een beetje op een hogere toon praat. Dat gezegd te hebben, laten we beginnen. Nou, leg eens uit. Oké. Mijn ochtend begon met mijn dagelijkse yoga routine en een half liter water. Omdat ik gewoon, het is gewoon heel belangrijk om gehydrateerd te blijven en zo. Nou, dat heb je sowieso niet gedaan. Nou, misschien niet. Maar ik heb het oprecht vanmorgen geprobeerd. Alleen, ja, het werkte niet helemaal goed. Maar ik heb echt te veel Pinterest gezeten de laatste tijd. Oké, ik heb de rest van de ochtend eigenlijk gespendeerd aan het kijken van Gossip Girl. I just love that show. Nou, toen dacht ik raad mezelf eens bij elkaar. Dus toen ging ik me aankleden en mijn make-up doen en zo. Ik heb echt niet alle details. Fuck af. Dus toen deed ik wat bladerdeeghapjes in de oven. Ik heb wel die ene bladerdeeg, die kleine, dat er een soort van kaas en... Ik vind het best wel lekker. Toen ging ik mijn haar borstelen en mijn tanden poetsen. Ja, toen ging ik die bladerdeeghapjes eten. Ze zijn echt zo lekker, ik heb echt genoten ervan. Eet jij dat altijd als ontbijt? Niet altijd, maar het is best wel nice. Oh, toen kwam de bezorger langs. Mm. En die zei niks. Die gaf mij gewoon mijn pakketje. Die gaf mij mijn pakketje. En daar zat mijn vlogcamera in. Nou, toen sprong ik een gat in de lucht. Toen ging ik er hele ochtend mee kloot eigenlijk. Toen was het zo van, oh, het is al 1:15. Ik moet nog best wel veel doen. Was er om 1 of zo? Nee. Dus je had eigenlijk geen reden om te laten zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn vlogkanaal en ook op Snapchat, Evie Heemskerk. Nou, doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ja, vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!